Ja, hier is een Massa Positivo met lekkere bluesmuziek op de achtergrond. Heel klein beetje, want anders krijg ik straks misschien problemen met YouTube, met auteursrechten. Dat wil ik dus niet. Tony Joe White. Echt een bluesgigant uit de jaren 60, jaren 70. Heb ik op de achtergrond. Ik ga er nog wat zachter zitten, want dan gaat het mij even niet mijn boodschap om. Mijn boodschap gaat namelijk om nu weer bij de Zeepkist Borrel in Amersfoort. Daar is ook een radio-opname. Leuke bijkomstigheid. Maar ik ga eens even netwerken. Want netwerken is ook netwerken. En dat nog wel op mijn verjaardag. Dus ook nog meteen een verjaardagsfeestje. Massa Positivo. En dat belooft wat. Wil je ook de Zeepkistborrel? Wil je daar ook een keer naartoe? Dat is regelmatig rondom Amsterdam. In diverse plaatsen. Ik ben natuurlijk ook een beetje aan het promoten. Hartstikke leuk, kleinschalig en laagdrempeligheid. Je betaalt je eigen drankjes, je betaalt geen abonnement op jaarbasis of wat dan ook. Maar het is hartstikke leuk. Leuke contacten leggen, netwerken. Want netwerken, zeg je wel, dat is ook net werken. Je kan me natuurlijk ook volgen op mijn twee YouTube-kanalen. De een is van eigenlijk van alles en nog wat. Nieuwsbrenger heet het dan ook. Massa Positivo, Nieuwsbrenger Vandaag. En de andere die ik vorige week heb geïntroduceerd is Massa Positivo ondernemerstips. Nou, dat is wat serieuzer, althans serieus bedoeld. Voor met name startende ondernemers, ZZP'ers, freelancers, maar natuurlijk mensen die gewoon hulp kunnen gebruiken op wat voor manier dan ook met een starten van hun bedrijf. Maar nu ga ik eerst even naar de Zeepkistborrel. Ik ben in Amersfoort. De Zeepkistborrel is zo'n praktisch iedere maand wel ergens, elke week kan ik beter zeggen, op een verschillende locatie. Dus je kan er bijna wekelijks naartoe. Van Amsterdam, Almere, Naarden, Amersfoort, Utrecht en misschien ben ik er eentje vergeten. Maar ik denk in grote lijnen dat je de boodschap wel begrepen hebt. Wil je er naartoe? Kijk eens even op de site www.zeepkistenborrel.nl. En ik ga eens even naar binnen en eventjes kijken wie er allemaal binnen zijn. Met de achtergrond, wat ik al zei, afsluitend met heerlijke bluesmuziek. Heel klein beetje, heel zachtjes. Tony Joe White. Waanzinnig. Blijf me volgen. En ik zou het leuk vinden als je mij toevoegt als abonnee op mijn beide kanalen. Hey, tot de volgende keer.